kansloos en avontuurlijk, dat is hoe Music Meeting zichzelf omschrijft. Ieder jaar tijdens Pinksteren wordt hier het festival gehouden in Park Brackenstein in Nijmegen. Music Meeting is geen doorsnee festival. Waarom niet? Dat gaan we vandaag uitzoeken. We zijn hier vandaag op Music Meeting Festival. En wat vindt u er tot nu toe van? Nou, ik moet zeggen, ik ben er net pas. Dus dit is het eerste wat ik hoor en zie. En mijn collega's die zijn allemaal naar voren gelopen omdat ze dit wel heel erg leuk leken. En ik hoor het en ik denk, wow. Ik blijf lekker even zitten en ik hoor het en ik zie het goed. Biertje erbij. Wat vindt u van het festival tot nu toe? Nou, we zijn eigenlijk net gearriveerd, maar ik ben nu al onder de indruk. Want ja. Wat vindt u nou het mooiste aan zo'n festival? Nou, de muziek natuurlijk. Ja, de wereldmuziek. Wat er nu wordt vertoond op het podium is al heel bijzonder. En er is vanavond nog Afrikaanse muziek en muziek met Bulgaarse zangeressen. En, nou ja, u heeft het boekje er ook bij. Maar bent u dan ook speciaal voor een bepaalde artiest gekomen vandaag? Nou, niet speciaal voor één bepaalde artiest, maar wel gewoon voor het type muziek. We vinden het wel eigenlijk heel bijzonder. Wij komen zelf uit Maastricht. Dat was alternatief voor Pinkpop, want de meeste mensen die we kenden zaten allemaal op Pinkpop. Dat wij naar het Wereldmuziekfestival hier zijn gekomen. En ja, de kleinschaligheid, het gras, de bomen. Ik zie dat u uw zoontje heeft meegenomen, tenminste daar ga ik vanuit, uw kindje. Nee, ik heb het zelf gemaakt, nee. Dus mijn zoontje heeft het gemaakt inderdaad, ja. Dat kun je daar ook doen, je kunt daar wat creatieve bezigheden uitvoeren. En daar is dit uitgekomen. Wat leuk, dat heb jij goed gedaan. Ja, het is het eerste festival van mijn zoontje. En het leuke is dat je een beetje kan combineren muziek en wat creativiteit. Dus, Waarom bent u hier naartoe gekomen? Ja, omdat dit een muziekfestival is waar ik al even bij wilde zijn. Ja. En hoe bevalt het tot nu toe? Nou, tot nu toe vind ik het eigenlijk helemaal niks. Ik ben er vaak zat geweest om te weten dat het gewoon hartstikke leuk is. Zeker met zo'n weertje erbij. Nou, wat ik heel fijn vind, wat ik hier al zie, is dat er allemaal bankjes en stoelen zijn. Dat maakt het zoveel relaxer. Dat hadden ze in België ook. Dus in die zin, het lijkt er eigenlijk meer op het festival in Dranouter, hoe het vroeger was. Dan dat ik nu meteen zie van, oh, dit moet aan. Nee, het is dit, erg positief. En wat vindt u nou het allerleukste aan dit festival? Nou ja, het is een beetje ongedwongen sfeer. Hè. Je kunt gewoon binnenlopen en hartstikke leuk. En een drankje drinken en wat eten. En nou, prima. Bent u ook nog speciaal voor een bepaalde band gekomen? Nee, dus meestal doe ik dat wel. Dan combineer ik het met socializen, noem ik het altijd. Want ik kom hier altijd zoveel bekenden tegen. Dat het ook altijd een klein feestje is hier om weer bekenden tegen te komen. Maar ik kijk ook altijd of er iets in het programma zit. En dat heb ik deze keer laten vallen. Maar gewoon omdat het lekker weer was. En ik weet dat er heel veel vrienden, bekenden hier komen. Ik ga toch even nog een dagje hier naartoe. Want ze omschrijven zichzelf ook als compromisloos en avontuurlijk. Bent u het daarmee eens? Nou, is het zo avontuurlijk? Compromisloos, dat weet ik niet, maar het is toch niet zo avontuurlijk. Dat is leuk. Ja, ze is halen muziek uit van de hele wereld, weet je wel. Die je normaal nooit zo makkelijk te zien of te horen krijgt. Dus in die zin vind ik het wel avontuurlijk en een beetje exotisch ook. Dus dat muziek die hoor je normaal gesproken in Nederland of zie je in Nederland niet, weet je. Dus in die zin vind ik het wel avontuurlijk, ja, zeker. I like the international color everywhere and it's so calm and nice. The people are always relaxing. I come here for a lot of years now to this festival. Okay, and where are you from? From Germany. Heeft u nog tips voor andere jaren of heeft u zoiets van... Ik vind het prima zo. Ja, nee, eerlijk gezegd hè, vind ik nog steeds de oude formule van hier. Dat je gewoon lekker binnen kunt lopen. Hè. Dat je geen entree hoeft te betalen. Maar wel entree moet betalen als je gewoon een tent binnenloopt om een band te zien. Ja, dat vind ik nog steeds. Nu betaal ik wel even 30 euro of zo om hier alleen maar binnen te komen.
Dus ja, nou ja, dat zijn de dingen waarvan ik zeg. Waarschijnlijk is dat commercieel allemaal niet zo aantrekkelijk voor. Maar dat zou ik terug naar dat soort principes. We lekker binnen kunnen komen lopen, ook een beetje socializen. En daar niet voor hoeven te betalen, behalve bier en eten. Maar wel als je gewoon naar een band wil kijken, daar wel voor betalen. This music is wonderful and it's the color of the music is very interesting. And I say always, it's great to be here at this festival. Nou, het is leuk, zeg maar. Dit is kindvriendelijk. En dat is wat mij aansprak. Mijn zoontje wil heel graag een keer naar een festival. En dit is een mooie manier om daar mee in aanraking te komen. Je kan beter maar vroeg beginnen, hè? Ja, zo is het, toch? Hey, bedankt, hè? Ja, oké, bedankt.